Olivier de Schacht, welkom bij Sporting Lokeren. Hoe blij ben jij om hier te zijn? Ja, zeer blij. Hè. Ik heb hier gespeeld. Ik woon hier een kwartiertje van het stadion. Dus ik ben heel gelukkig dat ik eerst en vooral terug kan voetballen. En ten tweede dat het een club is die ik heel goed ken. Vanavond speel je je eerste wedstrijd bij de Beloften tegen Charleroi. Iets waar jij heel hard naar uitkijkt, denk ik. Ja, een eerste wedstrijd. Hè. Terug op een aanvaardbaar niveau. Hè. Dus met alle respect, ik heb getraind met een eerste provinciale, maar vanavond is het toch iets anders. En ik kijk er echt naar uit en ik ga alles geven om zo snel mogelijk terug fit te zijn. Dat kan misschien zelfs komend weekend al, hè? Een derby. Dat zou mooi zijn om te beginnen tegen Waasland Beveren. Ja, dat is, ik ben Anderlecht Club Brugge gewoon. Dat was een beetje de match van mij vroeger. Maar ik hoor dat hier Lokeren Beveren een beetje de Anderlecht Club Brugge is. Dus ja, ik verwacht niet anders dan een vol huis natuurlijk. Hè. We hebben iedereen nodig. Ik hoop dat iedereen afkomt. Ik denk dat het vak van Beveren wel helemaal vol zal zitten. Dus ja, laten we nog een keer ouderwets een uitverkocht Daknamstadion zien. Like, 20 jaar geleden, toen dat ik hier ook moest komen kijken met de jeugd. Dus ja, we hebben echt wel de 12e man nodig, want zonder hen gaat het niet lukken.